Het is maandag, 3:00 en we staan op de standplaats en de verwachte oorlog van de gemeente tegen Uber is uitgebleven. In het weekend hadden ze stiekem toch wel een paar ME-busjes achter de hand, want zou het toch uit de hand lopen, dan kon de politie ingrijpen. Nou rijst natuurlijk de vraag, ja, beheersen de grote bedrijven steeds meer de markt, de arbeidsmarkt en de politiek en kunnen ze de regels omzeilen? Nee, roept iedereen, dat kan in Nederland niet. Want Nederland is een o zo net land. Dat gebeurt eigenlijk alleen in bananenrepublieken. Maar goed, nemen we weer het bedrijf Uber. Google Maps, u kent het wel, dat grote zoekmachinebedrijf op internet, heeft 200 miljoen euro geïnvesteerd in Uber. Uber Pop wel te verstaan. Wat is nou de link van de macht van het geld? Nou, niemand hoeft in principe zich nog aan de regels te houden, althans aan de wegenvervoerswet regelgeving. Alle regels worden nu omzeild en de Uberpopchauffeurs wordt toch wel enigszins de hand boven het hoofd gehouden. Ja, en 200 miljoen euro is natuurlijk een hoop geld. Waarom zouden ze het hand boven de hoofd houden van Uberpop? Nou, wat nog niet openbaar is, en niet dat ik hier met een primeur kom, is dat Uberpop met een hele grote zak geld langs het UVW is gegaan en de topmanagers daar. En die hebben beloofd en gegarandeerd dat iedereen die in de kaartenbakken van het UWV staat aan het werk geholpen kan worden. En eigenlijk is het ook wel een beetje zo, want het concept wat Uber heeft is gewoon, eerlijk is eerlijk, heel goed. Voor een kleine kredietverstrekking kunt u een goede auto kopen. Uber bepaalt dat de auto niet ouder dan vanaf 2005 mag zijn. En laten we eerlijk zijn, voor een kredietje van, laten we zeggen, 7.500 euro heb je een heel knap autootje vanaf 2005. Je gaat langs bij Uber, krijgt op kosten van Uber een pasje en een soort mobiele meter. En alles is betaald en rij je maar. Niks geen meter, niks geen dure cursussen, niks geen dure opleidingen. Helemaal niks. Dus zo gek is het nog niet. En om nou een antwoord op de vraag te geven, nou ja, het grote kapitaal beheerst in principe de politiek. Wetten worden veranderd. En laten we nou eens eerlijk zijn, Uber over alles. Want uiteindelijk heb Uber toch in een korte tijd voor elkaar gekregen waar half Den Haag in 10 jaar tijd nog een deuk in een pakje boter slaat.